Wow! Jij bent hier strippoker aan het spelen met Brit. Oh. Oh, en je gaat gewoon door. Terwijl ik hier gewoon zit te kijken. Heb je daar nou ook seks gehad? Ja. Echt? Ja. Daar zitten ze weer met z'n tweetjes. En één van de twee zit weer pijn te lijden. En ik ben het niet! Nee, maar ik ben het wel. 2 weken geleden keken we namelijk video's van Brit in brugklas dat ze ging zoenen met Niek. Toen vroeg ik om 30.000 likes om het nog een keer te doen. Dat kregen we. Toen de week erna deden we het dus weer. Was ik weer aan het pijn lijden, vroeg ik om 40.000 likes. En dat kregen we. En toen hadden we beloofd dat we zouden reageren op Brit die ging strippen voor Vincent Visser. Yup. Dat is gebeurd. Dus hier zijn we dan. Dit is gebeurd in GTST, waar Brit een tijdje in heeft geacteerd. Dus we gaan ook reageren op wat andere filmpjes die nog niet veel mensen hebben gezien. En ik leg zo meteen aan het begin van de video uit waarom je 50.000 likes moet geven op deze video. Dat vind ik iets minder erg persoonlijk, maar oké, weet je. Kijk maar gewoon even, dan zal je wel zien waarom. En hey, Monica, klik maar op die abonneerknop. Ik zie dat je wel kijkt. Oké. Ja, geabonneerd? Oké, dan gaan we. Hallo! Vandaag uit een iets andere setting. We zitten namelijk op Brit haar kamer. Oké, nou kijk. Er staan heel wat... We gingen dus eigenlijk... Ja, het is echt een lange dag geweest. Waar het om ging was dat mensen een bepaalde clipje wilden zien van jou en Vincent. Ja! Wat is er? Ik weet niet. We gaan beginnen met kijken. Weet je, die van jou Vincent, dat heftige clipje waar ik echt niet naar kan kijken. Dat gaan we als laatst kijken. Ik ook niet. Ja, het is super ongemakkelijk. Maar goed, hiervoor zie ik allemaal dingen over jij die zelfmoord pleegt. Dat is ook niet leuk om te kijken. Ga je niet nog ergens tongen? 99. 100%! Ik kan tellen. Het is gelukt. Dankzij jou. Nou, dankzij Jojo. Ja, zonder jou was die niet gekomen hoor. Met hoeveel mensen heb jij gezoend in GTST? Ik heb een relatie gehad met Rover en Nout. Maar Rover is door 2 personen gespeeld. Ja. En ik heb nog een soort van flingding gehad met Tiffy, een vrouw. Oh ja. Bij 50.000 likes gaan we dus dat kijken. Dan gaan we de lesbische scène van Brit kijken. Dan gaat ze dus tongen met een meisje naakt. Naakt. Nou, dat heb ik speciaal voor je. Oké, dat vind ik minder erg. Tongen met een vrouw is toch helemaal niks ergs. Alleen, het is gewoon heel grappig dat Kimberly maar een week lesbisch was. Ja. Dus jij? Zij, ik speelde haar natuurlijk. Ik ben niet een week lesbisch. Nee, want je valt op hele mannelijke mannen. Oh, cool. Wat hebben jullie hier te vieren dan? Ik heb iets geüpload, ik weet niet eens meer wat. Porno? En zonder Rover en Jojo had ik dat niet gedurfd. Dat is mijn aanmelding voor het buitenland. Mega succesvolle internationale vlog. Eerder op het feit dat ik de stap heb durven zetten hoor. Je gaat me toch wel opzoeken hè? Als ik daar zit, als het allemaal doorgaat. Ja natuurlijk, wat denk jij dan? Waarom keek je daar zo bij eigenlijk? Wij hebben geen relatie op dit moment. Maar waarom kus je hem dan? Dat was dus per ongeluk. Oh, en dat bekijk je nu? Oh, en je gaat gewoon door. Terwijl ik hier gewoon zit te kijken. Heb je daar nou ook seks gehad? Ja. Echt? Want daarna heb je een scène dat dan zijn moeder de kamer binnenkomt. En dan moeten wij zo kleding rapen. What? Heb je dan ook echt seks gehad? Nee, niet echt seks. Waarom? Waarom niet echt seks? Ja, waarom niet? Dan was je toch al... Omdat er 20-man groomje heen staat en we acteurs zijn. We gaan verder. Kijk, weet je, we zijn dus niet filmpjes op YouTube aan het kijken, maar we hebben dus toegang tot allemaal special secret edition clips. Toch? Of zijn ze dat niet? Oh ja, dat zijn dus best wel dingen wat een fanaccount van mij en Buddy ooit een keer heeft verzameld. Ik weet niet wat voor clips dit zijn. Ik ook niet, maar ik weet wel dat het dus moeilijk te vergaren is. Ik ben dit schooljaar niet goed begonnen. Ik denk dat we allemaal nog wel weten waarom. Dat ben ik. Ik wil doorploeteren tot het eind van het schooljaar, maar ik doe liever iets waar ik me goed bij voel. Of waar ik andere mensen... Jij bent heel trots op me, hè? Dat zie je aan hoe je de manier waarop je lacht. Van, dat is mijn Rover. Wat is hij hier aan het doen? Een presentatie waarom ik wil stoppen met school. Maar hij is door, want dit is gewoon 1 hele scène. Ik werd geskipt. Dit is ook een beetje awkward. Dit is ook echt met een iPhone een screen recorder opgenomen gewoon. Maar ik weet dus niet wat er is gestuurd. Goedemorgen, met de moeder van Rover Dekker. Ik wil mijn zoon graag ziek melden. Ja, hij heeft last van bronchitis. Klopt, ja. Ik zal het doorgeven. Dank u wel. Dag.
vrouw van de administratie wens je beterschap. Nou, dat is lief van haar. Ik denk het wel dat ik de hele dag beschikbaar ben. Oké, wacht even. Dus jij hebt hem ziek gemeld, zodat je hem de hele dag kan seksen? Ik heb hem ziek gemeld om met hem te kunnen zijn. Seks dus. We weten allemaal wat je wil. Brit, wie zeg ik? Waarom spreek je mij altijd aan met Brit terwijl ik een personage speel? Nou, nee, kijk, zo kan ik het ook wel, weet je. Als ik dan ooit een keer vreemd ga, zeg ik was een personage aan het spelen. Maar dit ervaar je toch helemaal niet als vreemd gaan? Natuurlijk wel! Tenminste, ja, ik bedoel... Nee. Laat even weten in de comments. Als jij een vriend of vriendin die acteur of actrice was, wat zou je ervan vinden als diegene moet zoenen met iemand anders? Voor een rol. Wat vind jij ervan dan? Oké, niks aan de hand. Ja, dat is niet waar. Nee. Je vindt het niet lastig om dit te zien? Nee, maakt mij helemaal niet uit. Ik bedoel, je bent toch een man? Hey. Om samen met jou te sparren. Oh ja? Ja, en dat doe ik nog onbetaald ook, hè? Nou, laten we dan maar beginnen met werken. Een paar weken geleden kwamen er twee mensen op bezoek uit de noodopvang voor vluchtelingen. Wasim en Ghazal. Oh, dus met werken bedoelde je echt werken? Aha. Wat saai. Ga je niet nog ergens tongen? En er wordt hier niet nog... Nee, we gaan echt werken. Jeetje, man. Nou, boring! Nee. Jezus, zeg. Nou, is er nog wat leuks, of niet? Oké, dit is een fanvideo. Dat vind ik altijd leuk. Wow! Wacht even, vinden jullie ook niet dat Brit heel verliefd zit te kijken naar dit filmpje? Zit ik verliefd te kijken? Ja, doe maar even een replay, Siebe. Ik word wel heel gelukkig als ik naar dit moment allemaal kijk. Het is echt zo chill spelen met Buddy. Ja, spelen, niet... Spelen met z'n p***. Bedoel je dat? Nee. Wat bedoel je dan? Gewoon, het acteren. Nee. Goorlap. Ik loop niet met Jan en allemaal te tongen. Ik wou zeggen, dit vond niet plaats tijdens jou, maar dat is niet waar. Dat is wel waar. Het vond plaats tijdens jou. Sterker nog, weet je wat ook plaatsvond tijdens mij? De reden waarom jullie hier allemaal zijn. Om deze reden vorig jaar 40.000 likes gehaald. Jullie kennen allemaal Vincent Visser natuurlijk wel. Ik word ook helemaal rood. Ik maak geen grapje als ik zeg dat Brit Vincent probeerde te versieren door strippoker met hem probeerde te spelen. En Brit ging nakend. Dat is echt waar. En we gaan het nu kijken. En we gaan het nu gewoon zien ook. Heb je zin in een spelletje? Zoals? Strippoker? Hij ziet best ook heel erg wat. Maar hier zit een reden achter waarom hij zo kijkt. Oké. Okay. Wow, dat ging snel. Maar goed, jij bent natuurlijk niet goed in poker, dus... Waarom zit hij ook zo te kijken? Die Vincent, joh. Wat vinden ze nou met te kijken, joh? Oh, wow. Hey, wacht even, hoor. Want hij wist dus al hier dat jij zijn... Nichtje was. Dat wist hij al. Ja. Ik ga hem nu bellen. Ik krijg het zo warm hiervan. Ik vind het helemaal zenuwachtig. Hey. Alles goed? Ja, met jou? Oh, nee. Nee, kijk, we zijn nu dus een video aan het kijken en jij bent hier strippoker aan het spelen met Brit. Oh, ik was mijn script aan het lezen en toen stond er dat ik dus met Brit strippoker moest spelen en ik zei nog van nee, dat kan niet, want ik ben bevriend met Stefan en dat kan echt niet. En toen zeiden ze zeg maar van, de regisseur zei van, als jij nu niet gaat meedoen, dan wordt je ontslagen. Wat deed Brit dan? Brit trok haar shirt al uit voor. Dit is dus precies wat ik dacht. Laat maar raden, Brit heeft dit ook in het script gezet. Ja, Brit heeft het aangevraagd. Dat ze zegt, ik wil strippoker spelen met Vincent Visser. Toen ben ik aangenomen bij GTST en dit was mijn tweede scène. Ja, dit was wel echt waar. Vincent die was echt nog maar een dag aanwezig en hij moest dit al doen. Nee, maar weet je het is, dat is voor mij ook in het vast. Ik schrik er ook van. Eigenlijk is Vincent misschien nog wel het meest slachtoffer. Ja, en dan word ik er nu ook nog aan herinnerd. En dat vind ik misschien nog wel erg. Ja, sorry. Weet je wat, het spijt me. Bedankt voor je tijd in ieder geval. Doei. Nu wordt het echt allemaal zoveel groter dan dat het was. Brit, er valt niks groter te maken. We gaan nu gewoon kijken en dan zien we het vanzelf. Volt. Ik heb geen idee wat het allemaal betekent. Het enige wat je wist is dat je hier ging uitkleden? Ja. Wow! Hebben jullie naar Brit slipje gekeken? Ik zag je wel kijken. Timo. Nee, Vincent heeft alleen zijn schoenen uit.
Je bent er ook niet goed in, hè? Oh, shit! Kijk, ik heb je ervoor gaan zitten helemaal zo, hè? Alsof je Vincent zijn piemel Nee, niet zeggen! Vind ik goor! Hoezo? Waarom doe je dit dan? Omdat het in de script stond, dit. Maar jij hebt het er blijkbaar ingezet, hoorde ik net. Nee, dat heb ik niet. Ik las het op hetzelfde moment als Vincent pas. En die jongen die was nog maar één dag op set. Oh. Ja. Ik moest meteen dit aanschouwen. Nou, hij vindt het niet heel erg zo te zien. Uit dat shirt. Oh, wat ongemakkelijk zeg. Uit dat shirt. Nou. Uit dat shirt. Nou, Vincent moet nu gaan strippen, hoor. Oh, shit. En die komt niet uit. Ineens vliezen. Wow! Je denkt toch niet dat je de hele tijd gewonnen hebt omdat je zo goed bent, hè? Je hebt genoeg van mij gezien. Dus nu ben jij aan de beurt. Nou, je mag je sokken aanhouden, hoor. Dit is echt zo awkward. Nu ben jij aan de beurt. Nou! Vincent, nu mag jij zo graag kunnen. Ik was eigenlijk wel goed in poker de hele tijd. Doe dat maar niet. Maar ik dacht dat jij... Niet op die manier. Sorry. Oh! Wow, oké, dit is een ongelukkige dit is pauze. Heel ongelukkig. Dit is ook wel een... Oh, nee. Ja, het is allemaal... Oh, nee. Ja, je kijkt gewoon echt zo. Het is geen ongelukkig moment, je kijkt gewoon zo. Jij wilde hem dus zoenen en je dacht dat hij jou ook wilde zoenen, maar... Plotwist, Vincent lijkt jouw neefje te zijn. Ben je helemaal gek geworden? Ja, ik zou er niet aan moeten denken dat jullie echt met elkaar hadden gezoend. Of erger. Waarom niet? Dat is incest. Zijn wij familie? Het muziekje ook eronder. Ja. Precies dat. Ik ben je neef, Valentijn. Ja, kijk, ik vind hier wat van. Dus Vincent wist al die tijd al dat jij zijn nichtje was. Ja, alleen het verhaal van Vincent was zo complex dat hij altijd moeite moest doen om de schijn op te houden dat wij geen familie waren. Alleen hij werd dus nu zo voor het blok gered dat hij niks anders kon dan erin meegaan. En op het moment dat ik dacht, nu ga ik voor, hield hij het af. Oh, oké, okay, dus hij wilde niet dat jij wist dat het zo was. Ja, ik mocht het niet weten. Niemand mocht het weten. Oh, oké. Dus hij moest eigenlijk meegaan doen met strippoker om te zorgen dat ik er niet achter zou komen. En toen ik ging zoenen, toen dus haakte hij in. Als hij echt goed in zijn rol had gezeten, had hij dus ook gewoon vol getoond. Ja, maar dan is het incest. Dus wat is dan beter? Nou, ja, je merkt er niks van, denk ik. Goed, 50.000 likes en dan gaan we Britt met een meisje zien tonnen! Wow! Oh. Ik kan wel janken.